U kijkt naar het weerjournaal van Weerblaza. De natuur trakteerde ons vandaag op verschillende weertypen. We begonnen fris met temperaturen zelfs onder het vriespunt, waardoor fruitbomen beregend moesten worden om zo de knoppen te sparen en te beschermen tegen die lage temperaturen. Maar daarna volgde bewolking liep de temperatuur op en gingen er ook een paar buien vallen. Na die buien klaarde het weer helemaal op en keerde het fraaie lenteweer in onze omgeving terug. Kijken we vanaf de satelliet naar het weer in ons land, dan zien we dat ook heel goed terug. Bewolking boven Nederland, die van west naar oost trok, daarna klaarde het alweer op en kregen we de zon te zien. Voor het weer wat eraan gaat komen, moeten we kijken naar het gebied ten westen van ons. In eerste instantie een verbrokkelde structuur, opklaringen dus ook wat stapelwolken, misschien een enkele bui, en laat op morgen volgt dan de dikkere wolken die we nog ten westen van Ierland zien. Maar zover is het nog niet. Eerst de avond, waarin het op de meeste plaatsen droog is, misschien een enkele bui in het noordelijk kustgebied. Het klaart breed op en de temperaturen liggen rond een graad of 7. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het westen en draait in de nacht naar het zuidwesten, neemt in het binnenland nog wat af. Nog steeds een verspreide bui in het noorden, misschien maar verder is het droog en met opklaringen koelt het af naar ongeveer 2 graden. Er is kans op vorst aan de grond. Dan morgenochtend in het oosten droog weer, met de zon nog wel. Daarna begint de bewolking van het westen uit toe te nemen. En vooral aan het eind van de middag en in de avond trekt dan een regengebied van west naar oost over het land. In de loop van de avond klaart het dan in het westen alweer op. Het is allemaal niet heel lang dat het erg nat is. Morgen wordt het 11 tot 13 graden. En die temperatuur hebben we eigenlijk ook op donderdag en vrijdag. Donderdag nog een dag met af en toe wat zon en geregeld een paar buien. Vrijdag breekt de zon van het noorden uit beter door en wordt het geleidelijk aan droog. Zaterdag is het dan een flink deel van de dag droog, maar laat op de dag van het zuiden uit toch weer kans op een enkele bui. De temperatuur begint langzaam wat op te lopen en die oplopende temperaturen zien we ook de dagen daarna. Het kwik gaat duidelijk omhoog, komt wat makkelijker rond de 15 graden uit en op een enkele dag misschien zelfs nog wel wat hoger. Het blijft in elk geval wel tamelijk onzeker, want we zien het grijze gebied sterk groeien. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.